We werken allemaal langer. We werken tot een 67ste, 70ste. Veel mensen hebben een opleiding afgerond als ze 22, 23 zijn. Als je in die tussentijd helemaal niks meer doet aan jezelf verder ontwikkelen, dan loop je achter. Daar heeft ook de werkgever last van, want in heel veel gevallen wordt het werk hoogwaardiger en moet je soms ook aan registraties voldoen met hbo-niveau. Om ervoor te zorgen dat je naast je werk en naast je privésituatie hbo-diploma kunt halen, daarvoor is deeltijdonderwijs ontzettend belangrijk. Als je vraagt naar mensen in Breda en omgeving, wij zitten in Breda en Den Bosch, en je vraagt als je aan een opleiding denkt naast je werk om een hbo-diploma te hebben, waar denk je dan aan? Dan is het gek genoeg dat Avans pas op de 6e plaats komt. Nou, daar valt nog heel veel winst in te halen. Is dat gek? Volgens mij niet. Want als je de televisie aanzet, dan krijg je iedere week wel een aantal reclames te zien van commerciële opleiders. Hogescholen doen dat helemaal niet. We hebben daar wat mij betreft een ontzettende inhaalslag te maken. En hoe doen we dat nou? Dat betekent ook daar dat je de reclame en de marketing van de voltijd los moet koppelen van de deeltijd. Dat is namelijk een heel andere doelgroep. Je moet niet aankomen met foto's van 17-jarige studenten met een skateboard. Nee, je moet zorgen dat je mensen hebt die in een werkomgeving zitten. Die laten zien wat het heeft gedaan voor hun carrière. Nou, dat uitwisselen met elkaar, want de publieke hogescholen zijn op dat punt geen concurrent van elkaar. Is heel goed om dat met elkaar uit te wisselen en te bespreken met elkaar. Hoe kan dat nou beter? Wat kunnen we daarin misschien ook samen doen? Want je kunt ook best als hogescholen samen je naar buiten treden en zeggen, denk aan ons als je een hbo-diploma wilt halen naast je werk. Wij zijn begonnen met opnieuw te positioneren hoe willen we als deeltijd, Avans deeltijd, naar buiten treden. En dat betekent dat je echt een knip legt, dat je niet zegt de naam Avans halen we weg, want die is bekend. Maar dat je wel zegt, we gaan ons op die deeltijd doelgroep gaan we ons anders positioneren. Andere beelden gebruiken, andere onderwerpen naar voren brengen. Dus een aansluiting met iemands carrière naar voren brengen. Moet ook veel korter. Mensen nemen veel korter de tijd om zich te oriënteren erop dan iemand die denkt, nou, ik moet een nieuwe studie gaan doen naar mijn HAVO. Dan zit je er heel anders in. Dat betekent dat je op andere media moet richten. Je moet op andere plekken zijn. En je moet eigenlijk echt concurreren met commerciële opleidingsbureaus. Nou, dat helemaal omzetten in een marketingstrategie. Dat betekent een nieuwe website. Dat betekent een nieuwe submerk eigenlijk van Avans Hogeschool. Dat betekent een positioning paper waar je dat duidelijk uitlegt. En dat vertalen naar al je marketinguitingen. Dat is iets waar we veel tijd en moeite hebben in geïnvesteerd. En wat dit jaar bijvoorbeeld geleid heeft in een toename van onze aanmeldingen.